Hansje, hey Hansje, hey Hansje van Vliet. Je had me niet verwacht, nou ik ben er ook niet. Jij neemt afscheid, afscheid, en met je geile kont. Jij neemt afscheid van Radio Rijnmond. Ontzettend veel geluk. Zeg jij nog één keer? Dag lul. Leuk, hè? Het was heel warm, heel respectvol. Je was er ook echt vol van, hè? Regelmatig. Ja, maar zeg maar, als ik niet op het podium stond, dan ben ik menigmaal volgeschoten. Maar het podium heb ik geprobeerd, maar niet te laten merken. Dat was echt mooi. Eerste pand. Dit is hem? Ja. Hier, oude ingang van Radio Rijnmond. Hier stond boven Radio Rijnmond en er stond er meer dan muziek alleen, maar er waren wat letters mee weggevallen. Er stond iets van meer dan muziek alleen. Dus hebben we ons een keer een spotje van gemaakt. Meer dan muziek alleen. Jij wordt aangenomen. Wat was jouw eerste taak? Ik werd aangenomen met nieuws lezen. Nieuws lezen? Ja, dat was ook echt mijn roeping. En toen werd ik van de eerste verdieping, daar zat de redactie, daar zat je in het hoekje. Dat was nog een tv en typemachines stonden daar. Dus toen moest ik om 11 uur het nieuws gaan lezen. En toen ben ik daar gaan zitten, een beetje krant lezen. Toen zei ik om 10 voor 11, hoe laat kom je eigenlijk die berichten brengen? Maar dat bleek later de bedoeling dat je die zelf ging maken. Ik dacht, ja, hoe kan ik hier vanaf komen? En toen was al heel snel het idee om jou een programma te laten maken. Ja. Pieter Leen bood aan om plaatjes te gaan draaien. Ja. En jij zei, nou wil ik dat wel vol praten, zo ongeveer. Ja, dat was een format, toen was eigenlijk van Nico. Hans, jij gaat een programma doen, Pieter, jij gaat helpen. En toen was er een grote vergadering belegd van, wat gaan jullie doen? En toen zei hij, nou, het wordt zo leuk. En meer zei je me niet. En ik denk, want alles wat je te veel zegt, dan moet je niet de zus doen, zo doen, dit doen, ja, dat doen. En toen zijn we gewoon begonnen. Ja, want iedereen dacht, Radio Rijnmond, dat wordt de linkse regionale VPRO. Ja. En toen kwam daar Hans van Vliet. Ja, we waren dat was zeker... één keer weg. Ja, we waren dat zeker. Ja, het werd geen VPRO toen. Nee. Toen ben je begonnen en ja, daar is eigenlijk de legende van de Ruilbeurs geboren, ja, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dat was een experiment. Dat kwam van minister Brinkman destijds. Dan mochten we in plaats van 3 uur 12 uur per dag gaan doen. Nou ja, toen kreeg je ineens horizontale programmering en dat was goud. Nou, en hier zijn de Boys to Men. Het nummer heet I'll Make Love to You. Praat je al een beetje Engels? Nee. Dat betekent in het weiland grazende koeien. Ja, dat is Engels. Daar kan ik ook niks van doen. De Ruilbeurs hield de regio lang in zijn greep. Maar Hans van Vliet begon ook al heel snel met het organiseren van bijzondere evenementen. Bekend zijn de jaarlijkse dagjes uit. Eerst in het oude Luxor, later in het nieuwe.